Het is natuurlijk jammer als je vorig jaar dan te horen krijgt dat je contract niet verlengd wordt. Dan lijkt het net of dat je carrière erop zit. Alleen als je dan beseft dat je nog 23 moet worden, ja, dan heb je nog alle tijd om door te groeien en ja, te gaan voor een herkansing. Ja, kan je dat? Ja, dat zou. Ja, je ziet dat heel veel renners ook pas op 25, 26-jarige leeftijd prof worden. En misschien ben ik net te vroeg prof geworden, op mijn leeftijd van 20, 21. Maar goed, die ervaringen neem je mee en ook de hardheid. Dus over een aantal jaar of misschien aan dit jaar ja, kan je weer de weg terugvinden richting de profs. Ja, nu kom je uit Meerkerk, dus die Arno Wallout Memorial die wordt in je achtertuin gereden. Wel een flinke achtertuin trouwens, 200 kilometer, maar goed, Ja. dat kan hier blijkbaar in de Oblassewaard. Kan je dat, toch ben je een beetje een onbekende voor ons. Kan je dat iets breder schetsen, wat je net zegt van ja, het is jammer als het niet verlengd wordt. Waar hebben we het dan precies over? Waar kom je vandaan en hoe is die carrière gegaan? Ja, ik ben in 2008 heb ik eigenlijk mijn beste seizoen gehad. Toen won ik vijf klassiekers, waaronder Overijssel. En toen klopte ik eigenlijk Tom Veles, toen een van de speerpunten van Skill Shimano en Bobby Traxel, toen de tijd nog voor P3 transfer. En ja, toen zagen ze het wel in me zitten. En toen hebben we ja, veel contact gehad. Ik heb ook stage gelopen in 2008. Alleen toen vonden ze het te vroeg om in 2009 prof te worden, omdat het toch echt een hele grote stap is. En toen hebben ze me eigenlijk een contract aangeboden voor 2010. En toen heb ik eigenlijk in heel 2009 me goed kunnen voorbereiden. Ik heb veel wedstrijden gereden, veel eromheen getraind om zo goed mogelijk te zijn in 2010. En toen heb ik eigenlijk ja, 2 jaar bij Skill mee mogen maken. En dan heb je eigen carrière die alleen maar crescendo gaat. Want je bent al heel jong, ben je talent. En Ja. je wint volgens mij ook nationale jeugdkampioenschappen. Ja, klopt. En ja, 2008, dat was net wat ik zeg. Ja, toen was ik net 19 en dan win je vijf klassiekers, ja, dan gaat het super. En eigenlijk ja, was eigenlijk dat ook de ontwikkeling bij Skill. Alleen ja, dan zie je dat dat een heel hoog niveau is. Ja, misschien net wat verkeerde keuzes zijn er gemaakt tijdens de seizoenen. Een ploeg die ook heel erg ja, doorontwikkelt. Ja, en dan zie je ook ja, dat het echt lastig is om een prof te blijven. Spijkerhard. Ja, super hard. Vooral ook met de crisis die op dit moment ook ja, het wielerpeloton ja, in zijn greep heeft. En dan zie je ook gewoon dat een paar topploegen ermee mee stoppen. En dan ja, wordt er gekozen voor meer ervaring. Ook is er ook nog eens het verhaal van de punten dat erbij is gekomen. De UCI-punten die elke renner haalt met zijn uitslagen worden belangrijker en belangrijker. Daar worden eigenlijk de licenties in de wielerwereld op uitgegeven. Ja, dan kiezen ze voor renners met punten. En eigenlijk de renners ja, die nog geen punten hebben, maar wel volop in hun ontwikkeling zitten, ja, die worden er eigenlijk aan de kant gezet. Oh, en dan ben je wereldkampioen onder studenten. En dan lijkt het in één keer alsof het in de soep loopt. Ja, zo voelt dat wel. En dan is het ook heel moeilijk om dat te begrijpen. Vooral omdat ik ook wel gewoon echt op een aantal punten in het seizoen echt merkte dat ik heel veel sterker ben geworden. En daar denk van, nou, ik maak nog steeds een ontwikkeling door. En dan is het heel moeilijk om dat 2 jaar eigenlijk afscheid te moeten nemen. Want heb je jezelf nog dan teleurgesteld in die periode, of denk je van nee, eigenlijk ging het wel goed, alleen ik had wel wat meer vertrouwen verdiend? Ja, het is wel een hele moeilijke periode die je doorgaat, zeg maar, na het seizoen. Vooral eigenlijk omdat het, ja, zo hard is dat ze je na je laatste koers een hand geven. En daarna hoor je of spreek je niemand meer. En ja, dan moet je het zelf verwerken. Ja, dan moet je ook weer ja, de nieuwe keuzes voor jezelf maken. En ja, die moet je toch zelf doen. En dat zijn wel moeilijke tijden. Wist je wel meteen, ik ga door. Ja, en eerst heb ik altijd gezegd van nou, dat is gewoon het hoofddoel. En ik wil gewoon de absolute top halen. Dus als ik na 2 jaar ja, prof afscheid moet nemen, en dan zit het er gewoon niet meer in. Maar je merkt gewoon dat je het fietsen heel erg leuk vindt. En zeker wat ik net zei ook, op bepaalde punten merk je gewoon dat je zoveel sterker bent geworden. Dat eigenlijk de frustratie is. Vooral is om je weer te laten zien het jaar erop. En dat heeft eigenlijk doorslag gegeven. Ja, en dan rij je nu bij Koga en alles wat je rijdt, nou ik wil niet zeggen alles win je, maar het begint wel lekker in ieder geval. Ja, het is een hele leuke ploeg. En heel veel leuke jongens. Hebben ook niet allemaal meer de absolute ambitie om prof te worden. Er zijn ook allemaal al renners van 3, 24. Dus die kijken toch naar met een hele andere blik naar het wielrennen. En ja, dan heb je gewoon een hele leuke sfeer onderling. En dan begint het seizoen met de stervenswolle gelijk supergoed. Ja, en dan begint het te lopen.
Ja, maar die ben je ook meteen. Ja, dat was wel ja, super gaaf natuurlijk. De ploeg die draaide goed. Ik merkte zelf dat ik een goede vorm heb. En als je op zo'n manier dan die sprint kan winnen, dan weet je dat het voor de weken daarna goed zit. Ja, en dan laat je ook iets zien na een rotperiode. Ja, zeker. En daar krijg je veel complimenten van mensen om je heen. Ja, dat ze het knap vinden dat je zo doorzet. Je kan er ook mee stoppen. Of met een grote naam rond gaan rijden. Maar het is juist mooi om te laten zien dat je er ook nog echt voor gaat en ik voor echt voor leef. Ja, en ja. Dan denk ik, dan ben je nu, hoe heet dat, semi-prof? Ja, wij zijn een continental ploeg en dat is inderdaad semi-professioneel. Dus dat is eigenlijk, alle jongens worden bij ons in de ploeg betaald. En studeren daarnaast of hebben een baan voor bijvoorbeeld 20 uur in de week. Ja, en als ik jou hoor praten en als ik dan zie hoe sterk je blijkbaar bent, dan denk ik stiekem heeft hij die droom van het profrennerschap niet opgegeven. Ja, dat is een hele moeilijke keuze waar ik eigenlijk op dit moment voor sta. Ga je inderdaad weer absoluut voor de profcontract of ga ik voor mijn maatschappelijke carrière? En misschien is het wel heel verstandig om mijn maatschappelijke carrière af te maken. Ik moet nog 2 jaar voor mijn studie PABO. En als ik dan over 2 jaar klaar ben met de studie, ben ik nog 25, 26 jaar. Dan is nog alles mogelijk om bijvoorbeeld 1 jaar of 2 volledig voor het fietsen te gaan. En dat lijkt me denk ik verstandiger in deze tijd dan bijvoorbeeld nu, de aankomende jaar, weer alles proberen om prof te worden. Maar ja, dat brengt wel als je Romain Chagnot heet. Het blijft een hele lastige keuze. En er komt een hele mooie periode komt eraan. Vandaag bijvoorbeeld met de Annuale Memorial, morgen Noord-Holland. Of 2 weken Overijssel, Olympiastour. Nou, hetzelfde geldt als je daar nog 1 of 2 klassiekers kan winnen. Ja, dan sta je er in 1 keer heel anders voor. En dan heb je gewoon in mei 4, 5 mooie overwinningen staan. Ja, dan weet je nooit wat er weer op je afkomt. Nee, nou, er zal wel wat komen dan. Over vandaag, 200 kilometer, je had het vaker gereden. En het is ook nog jouw koers. Gezien wat je eerder dit seizoen hebt gedaan, was jij eigenlijk de favoriet samen met Wesley Kreden dan van de Rabo Continental ploeg? Ja. Ja, een beetje cliché, maar dan voel je toch druk, denk ik. Ja, dat is wel, ik zei het net ook al, de zenuwen die gieren eigenlijk wel door je lijf. Vooral zeker met de plaatselijke omlopen. Dat is toch een bepaalde spanning die zo'n dag meebrengt, die moeilijk van je af te zetten is. En je merkt wel dat heel de wedstrijd met een met een bepaalde handrem, zeg maar, rond de rij. En die is lastig om die eraf te halen. En zeker in die finale, dat ze vooral ook naar je zitten te kijken, dan blokkeren eerder de benen dan dat ze vol er tegenaan kunnen gaan. Ja, maar toen de eerste keer dat een groepje wegging, zat je er ook meteen mee, volgens mij. Ja, de rouwbank trok door en eigenlijk kon ik heel makkelijk op de kant eromheen rijden. En dan rijden we met een hele mooie groep weg. Maar ja, als je met 4, 5 man van de rouwbank wegrijdt, ja, dan wordt het heel lastig. Dan weet je ook als je daarmee naar de finale rijdt, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Maar ja, misschien nu omdat die groep terugkwam, werd het nog lastiger. En dat is altijd achteraf. En uiteindelijk rijden de 5 man in de finale weg. Eigenlijk al op het punt in Noorloos voordat de 5 plaatselijke omlopen beginnen. Ja, en die houden het gewoon heel lang vol. Een aantal ploegen kregen het absoluut niet dicht. En ik via de Rabobank kregen ze te horen dat ze 1 voor 1 moesten springen. En uiteindelijk Dylan en die slaat een groot gat. En het gat er eigenlijk, en die komt erbij en dan gaat er overheen. En eigenlijk verdiende winnaar. Ja, Dylan van Baarle, die heeft wel, hij heeft het zelf gedaan. Ja, gewoon prachtig. Hij reed toen we met de groep wegreden, reed ze ook al verschrikkelijk hard. En dan merk je gewoon dat die jongens echt wel kunnen fietsen. Ja. En dan zie je gewoon dat ze om en om de boel proberen stuk te rijden. En dat zie je dat het lukt. Zeker als je 5, 6 man hebt waar je over kan beschikken. Nou, jij wil hier misschien wel geforceerd graag winnen. En dan voel je misschien wel druk. Maar eigenlijk lijkt me ook wel een prettig gevoel als je weet dat die hele Rabo-ploeg vooral op jou let. Ja, het is natuurlijk een eregevoel. Alleen, het is de laatste week is het lastig. En het zal alleen maar lastiger worden. En gelukkig, zeg maar, in de vrije klassiekers is het niveau iets laag. En dan kunnen we met de ploeg ook echt een verschil maken. Maar zoals afgelopen zondag ook. Dan zeg ik ook tegen de ploeg, jullie moeten ervan profiteren. Spring met alles mee en ga zo je kansen. En dan moeten jullie voor de overwinning gaan. En dat zien ze bij ons binnen de ploeg, zien ze dat wel. Kan je wel eens beschrijven voor mij hoe dat dan is, als je hier gewoon woont in Meerkerk en je rijdt in je eigen omgeving? Hoe is dat? Ja, het is wel gaaf, want je weet natuurlijk alle wegen, alle bochten, die ken je.
Je weet waar je van voren moet zitten, je weet waar de slechte stukken zijn. En dat geeft wel een heel leuk gevoel. Ook de mensen allemaal die langs de kant staan. En het is zo herkenbaar allemaal. En ze kennen jou. Ja, maar ook gewoon om het koers te herkennen is gewoon heel leuk. Morgen rij je Noord-Holland en dan zou je god niet weten waar je rondrijdt. En hier, je weet gewoon alles. Je kent alles en dat is juist leuk. Dat je door mijn kerk rijdt, normaal rij je door mijn kerk met trainen. En nu rij je de dijk op met het idee van we gaan hier een finale rijden. Dat is wel heel speciaal. Ja, en het is een mooie omgeving. Molens en toestanden, je kon het slechter treffen. Ja, het is wel een leuk gevarieerd parcours. Inderdaad breed en recht toe recht aan richting Oud-Albas. En kronkelig door de mooie dorpjes Noorloos, Giessenburg, Arkel richting mijn kerk. En vooral een plaatselijke omloop vind ik altijd wel heel erg leuk, vooral voor het publiek. Ja. En ook, je krijgt echt een wedstrijd, echt een finale krijgen en dat is leuk. Nu zit je hier vrij vrolijk, je had wel echt flink de P in de afloop. Ja, ik had ook gelijk naar de finish zoiets van, ik rijd lekker door. Het begon ook wat te regenen. Morgen is ook weer belangrijk. Misschien, ondanks dat je vandaag 200 kilometer hebt gereden, heb je misschien morgen wel een heel mooie, hele goede benen. En dan rij je zonder handrem erop. En dan kan je misschien wel weer voor de overwinning rijden. Maar je moet er wel een keer opstaan, hè? Jouw naam op de Arno Wallet Memorial. Ja, ik heb wel eens gezegd dat ik niet eerder stop dan dat ik de Arno Wallet Memorial heb gewonnen. Maar ja, goed. Het is, ik kan nog 10 jaar fietsen, 12 jaar en dan op hetzelfde niveau. Ah. Dus dat betreft heb ik nog genoeg kansen. De eerste renner die op zijn 56e de Arno Wallet Memorial wint. vandaag reed Bakstedt in de ronde. 37, ja, hè? 37, moet je nagaan. Leon van Bon. 40. Leon van Bon, 40. Maar die stapt uit, hè? Ja, die mannen rijden niet heel veel wedstrijden meer. Nee. Maar ik weet niet of dat die ambitie over een aantal jaar er nog is, maar. Goed, de aankomende jaren vind ik dit nog wel erg leuk. Laatste vraag dan, gewetensvraag. Binnen nu een 10 jaar, ben jij dan weer prof geweest of niet? Ja, laten we het daar op houden. Dat lijkt me wel super mooi. Eerst de opleiding afmaken en dan nog misschien tegen mijn 30ste nog bij een hele leuke profploeg rondrijden. Gewoon puur voor de sportieve ambitie. Want als ik nu naar de televisie kijk, dan kijk ik wel weer met heimwee terug. Ja, je had daar misschien wel moeten zitten zelf. Ja, je weet gewoon dat je het niveau aan kan. Kijk, natuurlijk, alle grote klassiekers ga je niet voor de top meedoen. Maar ik heb vorig jaar ook een goed seizoen gehad met Marcel Kittel onder andere. Ja, en als je toch nog bijvoorbeeld 41ste wordt in de Hamburg Vattenfall Classic. En je net niet mee kan met de eerste groep die voor de overwinning rijdt. Ja, dan denk je als je me nog een paar jaar de kans had gegeven. Dan kan je op dat niveau gewoon altijd goed meedoen. En dat is de frustratie. Nou. Is er nog wat te winnen voor de toekomst? Ja, precies.